rijden vandaag met een pretgezelschap vanuit het provinciehuis in Den Bosch naar het station in Eindhoven. En in de bus betalen wij niet met de vertrouwde OV-chipkaart, maar betalen wij anders, namelijk met of de bankpas, de creditkaart of de telefoon. Goedemiddag. Wat fijn dat er een nieuwe manier van betalen is in het openbaar vervoer. Dat kan met je pinpas of met je telefoon. En deze manier van betalen dat noemen de OV-vervoerders Nederland OVP. En dat kon al in bepaalde regio's, nu ook in Brabant. En deze manier van betalen maakt het voor reizigers makkelijker om het OV te nemen. We zijn nu 2 weken bezig met het OVP betalen en dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Ongeveer 1/4 van onze reizigers gebruikt bij het kopen van een ritkaartje inmiddels OVP. Nou, dat vind ik echt wel een groot succes. En ik hoop ook echt dat we daar in de komende tijd nog meer van kunnen genieten. En dat mensen zich geen zorgen meer hoeven te maken als ze geen kaartje hebben gekocht. Gewoon met je pinpas, gewoon met je telefoon of met je creditcard. Je kunt altijd betalen met OVP.